Dit is de Nederlandse kust en dit is de zee. De zee wil daarheen, want een groot deel van Nederland ligt onder de zeespiegel. Gelukkig zijn er duinen en dijken die de zee buiten houden. Maar het klimaat verandert en de zeespiegel stijgt. Daardoor neemt de druk op de kust toe. Sommige plekken langs de kust bleken niet sterk genoeg voor de toekomst. Die plekken worden zwakke schakels genoemd. Op basis van ingewikkelde berekeningen en rekening houdend met verschillende factoren zijn er tien locaties langs de kust aangewezen als zwakke schakel, waarvan zes in Zuid-Holland. Om deze zwakke schakels weer sterk te maken, heeft het Rijk geld beschikbaar gesteld en de regie voor verdere aanpak bij de kustprovincies gelegd. Provincie Zuid-Holland, het Rijk, de waterschappen en de gemeente zoeken per zwakke schakel naar de beste oplossing om de kust te versterken. Het waterschap zorgt voor een betaalbaar en haalbaar plan voor de kustversterking. De gemeente let erop dat de veranderingen aan de kust correct worden opgenomen in het bestemmingsplan. In deze verkennende fase wordt er ook contact gelegd met andere belanghebbenden, zoals burgers, bedrijven en milieuorganisaties. Zij kunnen hun wensen en bezwaren kenbaar maken. De provincie vindt dat de Zuid-Hollandse kust niet alleen versterkt moet worden, maar ook verfraaid. Hierbij moet worden gedacht aan natuur. recreatie. En economische mogelijkheden. Zo wordt de kust sterker, veiliger en mooier. Per schakel worden door de projectgroep samen met ingenieursbureaus de verschillende opties onderzocht: landwaartse kustversterking, zeewaartse kustversterking en consolideren, waarbij bestaande, vooral harde weringen zoals dijken worden versterkt. De provincie hecht waarde aan een mooie, natuurlijke kust en wil daar extra voor betalen. De voorkeur gaat bij de meeste zwakke schakels uit naar zeewaartse en zachte kustversterking. Dus geen Chinese muur, maar meer duinen en een breder strand. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de Delftlandse kust, waarbij de kust wordt opgespoten met zand van de zeebodem. Slimme en vrijwel onzichtbare oplossingen, zoals een dijk in de geheel vernieuwde boulevard van Scheveningen of een dijk in de duinen van Noordwijk, houden Nederland niet alleen veilig, maar ook leefbaar. Natuurlijk worden de direct belanghebbenden in elk stadium betrokken bij de voorgestelde oplossingen. Op informatieavonden gaat de projectgroep met hen in gesprek. Ook worden de voorstellen nauwkeurig doorgerekend op effecten voor economie, natuur- en recreatie en veiligheid. Is de definitieve variant goedgekeurd door de provincie, dan wordt de uitvoeringsovereenkomst getekend. Dat is een belangrijk moment. Want de regie wordt dan officieel door de provincie overgedragen aan het waterschap. De provincie blijft wel betrokken. De uitvoering kan nu beginnen. Naast de aanpak van de afzonderlijke zwakke schakels... werken provincie en Rijk samen aan het grootschalige innovatieve project De Zandmotor. Er wordt bijna 20 miljoen kuub zand aangebracht voor de Delftlandse kust. Wind en golven verspreiden het zand langs de kust. Zo verbreedt en versterkt De Zandmotor de kust op natuurlijke wijze. Het initiatief voor de zandmotor ligt bij de provincie Zuid-Holland in nauw overleg met het Rijk. Met de versterking van de zwakke schakels en de aanleg van de zandmotor snijdt het mes aan twee kanten. De kust is veiliger, mooier en er is meer ruimte voor de natuur.